Hallo iedereen, welkom op mijn kanaal. Ik ben Caroline en vandaag doe ik deze make-up look voor. Ik heb allemaal nieuwe producten gebruikt, producten die ik nog niet of nog maar heel weinig heb gebruikt, om te zien wat ik van ze vind, hoe ik de textuur vind en hoe de houdbaarheid is. Natuurlijk, de houdbaarheid moet ik nog een paar uren voor wachten, maar ik trek binnen een aantal uren een fotootje en tot nu toe ben ik wel tevreden van de producten die ik heb gebruikt. Als jullie willen zien hoe ik deze look heb gecreëerd en welke producten de revue zijn gepasseerd, kijk dan zeker snel verder naar mijn video. Ik ga beginnen met deze twee primers van Smashbox. De eerste, de kleinste, is echt de Oil Free Pore Minimizing Primer. Die vind ik van textuur een klein beetje te dik om echt een aangenaam en zacht gevoel te hebben. Dus ik gebruik die dan ook enkel op de zones waar ik het meeste ga blinken. Dus ik ga het heel zacht in het midden van mijn voorhoofd aanbrengen. Op mijn neus. Het begin van mijn wangen. En een klein beetje op mijn kin. Dan ga ik deze Photo Finish Foundation Primer met een SPF 20 aanbrengen op de rest van mijn gelaat. Omdat ik vind dat die echt een super zachte gel textuur heeft. Die geeft echt zo een fluwelen gevoel en doe je foundation ook echt wel heel erg egaal en velvety lijken. Ik ga dit make-up sponsje van Garancia gebruiken. Ik heb het nog maar één keer getest. En ik weet het niet meer goed wat ik ervan denk met mijn Estée Lauder Double Wear Foundation. Ik gebruik de grote kant om mijn foundation aan te brengen en dan zelfs de kleinere kant om mijn concealer. Ik heb dat sponsje juist nat gemaakt en die is echt wel heel erg vergroot in volume. Dus die voelt heel erg zacht. Vervolgens ga ik de Bourjois Healthy Mix concealer gebruiken. Omdat ik deze ook nog niet echt heb uitgetest. Ik weet absoluut niet hoe lang dat die houdbaar blijft en hoe goed dat die dekt. Het is wel heel schattig dat het zo'n kleine verpakking is, omdat die dan heel erg gemakkelijk ergens mee naartoe te nemen is. En met de andere kant van de spons. Die heeft wel een iets dunnere textuur dan bijvoorbeeld Naked van Urban Decay. Dus ik vind dat die hier in de holte een klein beetje te weinig dekkend is voor mij. Maar hij geeft wel een natuurlijke finish, dus als dat iets is dat je voor overdag graag hebt. Dan ga ik onmiddellijk onder mijn ogen baken, omdat ik wil dat die concealer heel erg goed lang blijft en dat die goed vastgezet wordt. Daarvoor is dit sponsje wel heel erg handig dat hij zo'n goede punt heeft. Dan ga ik ze even zachtjes verder afpoederen. Ik ga dit 5 minuutjes laten baken en ondertussen ga ik mijn wenkbrauwen doen. Ik ga vandaag deze twee supernieuwe oogschaduwen gebruiken. Dit zijn de NYX Lit Lingeries, dus dit zijn oogschaduwen. In een tubevorm, zoals een lipgloss, maar toch voor je oogschaduw. Het is een heel erg glanzende, crèmige textuur, maar eens dat die vastzet en dat die opdroogt op je ooglid, dan blijft die echt de hele dag supergoed zitten. Want de lip lingeries, die blijven ook de hele dag en die hebben echt een supergoeie houdbaarheid. Ik heb deze roze, deze is in de kleur 07 Whimsy Fantasy, die heb ik al een keertje gebruikt. Maar deze lichte kleur, 02 Rose Pearl, die heb ik zelf nog niet gebruikt, dus ik ga ermee aan de slag. Om toch een klein beetje een poederbasis te zetten, ga ik mijn Naked Tree palette gebruiken. Omdat dit ook zo die rozige, rose golden kleuren van ondertoon heeft. Ik gebruik de derde kleur in het paletje. De derde lichtste kleur. En ik breng die zachtjes in mijn crease aan om een mooie overgang te geven zelfs. En een klein beetje op mijn bewegend ooglid om toch die poederbasis te leggen. De donkerste rozige kleur die ga ik vooral gebruiken in de buitenste ooghoekjes.
En de lichtere kleur die komt dan uiteraard in mijn binnenste ooghoeken om op te lichten. Ik vind dat echt super zachte kleuren en een super gemakkelijke aanbrengwijze voor voornamelijk in de zomer te gebruiken. Of wanneer je bijvoorbeeld op reis bent of naar een festival gaat, ze houden heel erg lang. Het zijn allemaal hele felle, frisse, glanzende kleuren. Ik ben er wel fan van die nieuwe Little Lingeries. Deze bronzer van Caraggia die gebruik ik nu al een tijdje. Ik gebruik de donkerste kleur om een beetje te contouren. En dan als blush ga ik deze NYX Ombre blush gebruiken. Deze is in de kleur 03 Insta Flame. Dat is mijn nieuwste. Dat is wel een heel erg felle kleur. Dus ik ga er heel subtiel mee te werk gaan en niet te veel gebruiken. Onder mijn ogen ga ik de kleur Factory aanbrengen. Een klein beetje een nude bruinige tint. Ik gebruik onder mijn ogen meestal een oogschaduwlijntje, omdat dat niet te hard is. Omdat dat heel neutraal, zacht en natuurlijk is. En dan boven mijn ogen gebruik ik wel graag een eyeliner, omdat een eyeliner echt wel lift. Eyeliner, dit is wel een nieuwe, want mijn vorige was op. Dit is de Art Deco Long Lasting Liquid Liner in de kleur zwart. Ik vind dat gewoon echt een super goede liner. Ik heb dit Bobbi Brown potlood gebruikt in de kleur Bobbi. Dat is een vrij nude bruinige kleur, omdat ik deze Colourpop Ultra Matte Lip ga gebruiken in de kleur Times Square. En die komt donkerder op de lippen dan dat die in het hulsje is, dus jullie zullen zo meteen zien. Hij voelt echt super comfortabel om aan te brengen, heel erg zacht en smeuig. En vanaf nu, dat is nog maar een minuutje, begint hij iets droger te worden, omdat het ook wel een ultra matte lip is. Maar hij voelt toch nog comfortabel, hij is niet te uitdrogend. Hij gaat niet je lippen de hele dag echt een super droog gevoel geven. Maar je ziet dat hij op de lippen dus een klein beetje donkerder is en die droogt ook een beetje donkerder uit dan dat hij in het hulsje eruit ziet. Dan ga ik nog een klein beetje highlighter aanbrengen op mijn neus. Onder mijn wenkbrauwen. En zachtjes op mijn jukbeenderen. Hij is bijna op. En een trucje dat ik van Nikki heb geleerd is meteen wanneer je gesprayed hebt met je setting spray, daarmee een kaartje of een papiertje over te waaien, zodat die echt direct goed vast zit. Ik heb een nieuwe nodig. En voilà, dit is mijn zachte afgewerkte look met allemaal splinternieuwe producten. Producten die ik nog niet of nog maar een paar keren heb gebruikt. Ik vind het echt een super zachte oogschaduw look. Heel erg mooi voor in de zomer. En dan gecombineerd met een neutrale lip en iets fellere blush. Ik ben wel fan van de nieuwe producten, van de meeste toch.
Hopelijk vonden jullie mijn video leuk. Geef jullie de thumbs up of abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in al mijn volgende video's. Tot later! Van mascara ga ik dit staaltje proberen. En deze is de Guerlain La Petite Robe Noire Black Lash Dressed Mascara. Hoe werkt die? Ha. Ik weet niet of ik die ga durven gebruiken. Die zit daar zo los in. En die brengt echt superveel gewoon zwarte smoothie op het roze borstnotje. Ik denk dat ik die gewoon zo daardoor moet trekken.